Het in Aalten geboren Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks wil bij de aankomende Tweede Kamerverkiezing als nummer 10 van de kieslijst haar zetel vasthouden. De politica, die momenteel in Nijmegen woont, laat vanaf het veld van een oude voetbalclub AZSV weten dat haar Achterhoekse achtergrond haar helpt bij het werk in Den Haag. Als ik niet in de Achterhoek was opgegroeid, als ik niet vroeger zelf ook 8 kilometer moest fietsen naar mijn school, dan had ik helemaal niet in mijn hoofd gehad dat dat een probleem is voor sommige scholen. Dus het laat wel zien waarom het belangrijk is dat mensen uit het hele land in de Tweede Kamer zitten, want je neemt die achtergrond gewoon mee. En het laat ook zien dat het heel belangrijk is dat mensen, en ook in de Achterhoek, hè, dat scholen, leerkrachten, andere mensen ons ook weten te vinden in Den Haag. Westerveld had de afgelopen regeerperiode onder meer de thema's onderwijs en jeugdzorg onder zich. Ook deze verkiezingen profileert de Aaltense zich op deze onderwerpen. Zo vindt ze dat de overheid meer moet investeren in basis- en middelbaar onderwijs om het dichtgaan van de scholen in de regio tegen te gaan. Als je minder leerlingen hebt, betekent dat ook dat je minder geld krijgt. Nou, dat is natuurlijk een heel groot probleem, want je hebt wel een heel aantal vaste kosten, hè, voor bijvoorbeeld gebouw, energie, docenten die voor de klas moet staan. Daarnaast wil Westerveld zich de komende kabinetsperiode inzetten voor financiële steun om gemeenten te compenseren voor de tekorten die zijn ontstaan in de jeugdzorg. Dit nadat deze taak in 2015 bij gemeentes kwam in plaats van bij de landelijke overheid. Dan hebben alle gemeenten in Nederland, maar ook gemeenten in de Achterhoek, gewoon te maken met rode cijfers. Omdat de instroom, het aantal jongeren dat jeugdhulp nodig heeft, gaat omhoog. En de bedragen die vanuit Den Haag worden gegeven aan gemeenten, die blijven achter. Maar we vinden dus ook, als je gemeenten hele belangrijke taken geeft, dan moet je ook als Rijk zorgen dat je gemeente daar voldoende financiën voor geeft. En dat gaat mis op dit vlak. Om deze pijnpunten ook de komende jaren aan te kunnen pakken, is het voor Westerveld noodzaak dat zij en haar partij voldoende stemmen krijgen. Ondanks haar 10e plaats op de kieslijst, leeft de geboren Aaltense met spanning toe naar 17 maart. Het wordt gewoon echt mega spannend. Ik sta op plek 10 voor GroenLinks en dat is op zich een verkiesbare plek. Maar het blijft gewoon altijd spannend. Ik weet nog van 4 jaar geleden, toen stond ik op plek 14, was toen ook spannend. En ik was gewoon super zenuwachtig die hele dag. En ik verwacht dat ik dat volgende week weer zal zijn.